In de Ronde Venen zijn twee buurtkamers. Eén in Bijdrecht en één in Vinkeveen. Wat de buurtkamers doen, waarvoor ze zijn en voor wie ze zijn, dat vertelt Annie van Gelder. Een buurtkamer is een ontmoetingsplek voor 55-plussers uit Vinkeveen, Meidrecht en ook uit alle andere dorpen mogen ze naar die twee buurtkamers toekomen. We zijn de hele zomer open op dinsdag en donderdag van 10 tot 12. En er is hier ruimte voor uiteraard gezellig te praten, kopje koffie, kopje thee, krantje lezen, tijdschriften, spelletje te doen, creatief bezig te zijn. En af en toe nodigen we ook een gast uit. En vandaag is Marianne Waait van De Baat aanwezig hier. En die gaat vertellen wat zij gaat doen in de buurtkamer in Vinkeveen. Ja, ik ben ouderadviseur van Stichting De Baat. En ik kom vandaag wat vertellen over de thuisadministratiedienst die wij hebben. Het is soms best moeilijk voor ouderen om hun administratie precies op orde te houden. En daarom hebben wij een aantal vrijwilligers die daarin kunnen helpen. En daar wil ik wat meer over vertellen vandaag. Iedereen die met een probleem zit, ouderen van 55 jaar en ouder, kunnen bij jou terecht. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden, maar ik zou zeker tegen mensen zeggen van neem even contact op met De Baat en dan bespreken we even de mogelijkheden. De dienst thuisadministratie is zo opgezet dat men eigenlijk eerst een bezoek krijgt van de oudere adviseur. Die gaat eens even kijken van wat is nou precies het probleem. Hoe ernstig is het? Is het misschien alleen maar ondersteuning voor een paar weken? Of is er op langere termijn nog wat ondersteuning nodig? En als we dat gedaan hebben, dan probeer ik zo iemand te koppelen aan een vrijwilliger die gewoon regelmatig eventjes thuis komt bij u en een gezellig kopje koffie en even de post openen. En dan kijken of het allemaal netjes in de map kan en of alle rekeningen netjes betaald zijn. Is het ook mogelijk dat je zometeen eventueel een telefoonnummer of zo doorgeeft van mensen die nu deze uitzending dan eventueel zien en hier niet aanwezig zijn, zodat die dan iemand kunnen bellen voor ook die hulp? Ja, dat is inderdaad handig. Mensen kunnen altijd bellen met Stichting De Baat en dat is 0297-230-280. En ze kunnen ook eventueel naar het servicepunt. Inderdaad. En ja. Daar kunnen ze dan ook advies krijgen en die kunnen hun ook sturen naar de juiste mensen ja, dan. Ja, inderdaad. We hebben veel contact met het servicepunt. Servicepunt verwijst mensen ook soms door naar De Baat. En het voordeel van het servicepunt is natuurlijk dat er in Wilnis één zit, in Vinkeveen één zit en in Meidrecht. Dus dat is wel heel erg fijn. Mensen hebben bijna altijd wel een servicepunt in de buurt. Met die administratie is het dan ideaal natuurlijk als ze zo iemand hebben die hun daar dan mee gaat helpen. Ja, inderdaad. Het voordeel is natuurlijk dat thuisadministratie via De Baat, er zitten geen kosten aan verbonden. Dus dat is wel heel fijn voor mensen. En het is ook wel zo dat soms vinden mensen het ook moeilijk om te delen met hun kinderen dat ze moeite hebben met de administratie. En die zeggen van ik wil eigenlijk liever dat ik dat zelf kan. In dit geval dan met behulp van een vrijwilliger. Ja. Bij Stichting De Baat hebben we meer dan 200 vrijwilligers. En die vrijwilligers die hebben ook allemaal een contract met De Baat. En daar wordt ook ingetekend, dus dat moeten ze ondertekenen. Ja, ja. En dat blijft dat gewoon privé. Dat is wel in huis blijft en ja, dat een ander ja, niet ja. Mee te maken. Nee, precies. Dat, dat blijft al. Nee, precies. Dat is heel belangrijk. Okay. Maar dat bespreken we ook altijd heel goed met onze vrijwilligers. Ja. Ja, ja. Het is natuurlijk ook heel belangrijk dat mensen een vertrouwensband kunnen opbouwen met hun vrijwilliger. Maar daar selecteren wij natuurlijk ook vrijwilligers op. Nemen jullie weer contact met de mensen op? Moeten zij steeds bellen van ik heb u nodig, kom maar. Of nemen jullie ook contact met de mensen op van hoe zit het? Ja, nou het eerste contact is natuurlijk mensen moeten aangeven dat ze belangstelling hebben voor de dienst. En dan gaat het eigenlijk vanzelf. Dus dan wordt een vrijwilliger gekoppeld aan een klant. En in principe maken zij dan een afspraak voor over een aantal weken, drie of vier weken. Kun je nog wat meer voorbeelden noemen van waar jullie behulpzaam bij kunnen zijn? Nou, een punt in het leven waar het vaak misgaat ook is als mensen getrouwd waren en als er dan een partner overlijdt. Dat is een heel moeilijk moment en dan is de administratie gewoon iets waar, ja, dat is dan te veel om nog aan te kunnen denken eigenlijk.
daar kunnen we bij helpen. Soms is het zo dat je de kast open doet en dat die dan helemaal vol zit met brieven die nog dicht zijn. Maar dat geeft niet, daar beginnen we gewoon. Je moet ergens beginnen en dan gaan we daarmee aan de slag. Wij weten inderdaad veel van regelingen. Wij kunnen eventueel helpen met het kijken naar het financiële plaatje van wordt alles waar men recht op heeft aangevraagd. Zo niet, dan kunnen we daarbij helpen. Wat onder ook het belasting invullen ook, belasting aanvragen en zo of is het ook. Ja? Wij hebben ook een dienst, belastinghulp, mm-hmm. Maar er zitten wel voorwaarden aan. Okay. Dus men mag dan bijvoorbeeld geen bezittingen in box 3 hebben. Maar okay. Als mensen daar belangstelling voor hebben, dan moeten ze gewoon even met de baat bellen. Okay. Ja, prima. Ja. Nou, heel erg bedankt voor je bezoek hier. Ja, bedankt. Nou, ik hoop dat het voor heel veel oudere mensen toch een hulp kan zijn. Ja, dankjewel. Ja. Nou ja, en jullie bedankt voor de gastvrijheid. Altijd een lekker kopje koffie bij de buurtkamer. Ja. Graag gedaan. Mm.